Ze zeggen dat ze het opgelost hebben. Ik heb gemeten, maar ik voel me eigenlijk niet veilig meer in dit woning. Chellal is verwarmingsmonteur en beschikt daarom over apparatuur om koolmonoxide te meten. Toen hij zich een keer niet lekker voelde, besloot hij een meting te doen met schokkend resultaat. Dus ik heb hem uh, erop gezet en ik, uh, nou, mijn ppm's die gingen te keer. De brandweer constateerde een levensgevaarlijke situatie en de familie moest halsoverkop naar een hotel. Eerder was wel al via de woningbouwvereniging iemand komen kijken naar klachten van Cello. Maar toen werd alles goed bevonden. Denk ik ook van een opzicht, die, die, die kijkt alles na. Dus hij, hij is ook op de dak geweest. Dus dan ga je er ook vanuit dat het gewoon goed is. Nou, in eerste instantie zijn ja, we best geschrokken. Want uh, we denken toch dat we met het uh, regelmatige CV-onderhoud, wat we altijd doen, uh, dit soort zaken kunnen voorkomen. Als het zich dan toch voordoet, dan denk je echt van hoe is het in godsnaam mogelijk? Inmiddels is duidelijk dat de rookgasafvoer van de hele flat via een pijp door etage 8 in de lucht terecht kwam en een deel daarvan lekte in woningen. Is het niet een goed idee om koolmonoxide meters verplicht te stellen of um, cadeau te doen aan mensen die op zo'n etage wonen waar dit zich voordoet? Ja, nou dat hebben we nu bij deze uh, in deze situatie wel direct ook uh, besloten. Dat we bij deze etage, die dus tegen het dak aan zit en waar dit risico nu is, en dat hebben we ook gedaan omdat de mensen zich nu onveilig voelen, gezegd we gaan nu vandaag uh, in ieder geval zorgen dat iedereen een koolmonoxide detectiemeter krijgt. Als ik mijn meter niet bij me had, als ik niet de, dit werk had gedaan en we waren veiliggesteld, dan waren wij gewoon nu er niet. Ik heb een dochter van drie en we waren er dus nu niet.